we komen in de buurt van een biologische aanval. We zijn natuurlijk vanuit Amersfoort vertrokken naar Leusden. Het is een stukje rijden. Oh, loopt een dier over de snelweg heen. Het wordt steeds gekker hier. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering bij Prio 1 Gaming. Vandaag gaan we dienstje op de ambulance mee. Ik heb een ambulance mod. Ik ga meldingen rijden. Ik rij natuurlijk in deze fantastische E-klasse helemaal opgeskild en opgekalfaten door niemand minder dan het ministerie van mods en in het bijzonder natuurlijk Markt. Check de details mensen, alles zit erop. Kentekens visser, 112, bla bla bla. Ik heb zelfs de ambulance sirene gefixt. Er moeten nog wel wat schermpjes in. Het is in principe gewoon de E-klasse die in Amersfoort rijdt. Dus we doen vandaag alsof we een dienst rijden in Amersfoort vanuit het centrum. We rijden met de zon staat weer enorm fel, 09133. We komen net de melding binnen, zie ik. Kijk maar. Die is erin gemaaid. Prio 1 melding, aanrijding. Dus even kijken of hier tussendoor komen zonder. Oh, dat kunnen wij. Let op. Daar gaat hij. 1, 2. De sirene. Aanrijding met letsel. We gaan kijken of we ter plaatse wat kunnen betekenen voor deze mensen. We gaan het zien. En A1 onderweg richting een ongeval met letsel dus. In de ambulance E-klasse. Ik ben benieuwd wat we aan gaan treffen. Eens kijken. Nou, die kan wel uit. Oké. Nou, veilige werkplek natuurlijk. Wie is de patiënt? Is hij het of zij het? Hi man. Oh, hij. Zij dus. Nou, dan weten we dat ook weer. Iedereen aan de kant. Gaat het goed? We gaan reanimeren dus. Oké. Space. Oh. Hij is er niet aan het reanimeren. Hij was er dus aan het bekijken. Health 11. Hartratio 55. SpO 286. Bloeddruk 105 over 76. Dat is op zich volgens mij een beetje onderdruk. Niet zo heel slecht. De bovendruk is een beetje lager. Ik ga hem meenemen naar het ziekenhuis, want het ziet er niet goed uit. Stapt ze in of niet? Nou, stapt ze in of niet? Dat is een beetje... Hé, ga jij eens weg bij mijn ambu. Pintje. Oké, ik vraag hem af of ze in wil stappen. Kijken of dat lukt. Mevrouw. Dat weet ik dus niet. Kom maar. Misschien kan ik haar... Nou, ik denk dat we gewoon moeten rijden. In ieder geval, de mod geeft wel aan dat ik die kant op moet. En ze is dus aan de grond dat ze snel bekeken moet worden door een spoedeisende hulparts. Dus we doen alsof ze erin zit. En we gaan terug. Nou, dat gaat toch perfect. Het ziet er goed uit, jongens. Het ziet er heel goed uit. Althans, die ambulance, hè? Niet die vrouw natuurlijk. Ik bedoel, die is ziek, maar... Even kijken. Nou, we komen nu de spoedeisende hulp binnen. Daar zijn we. Nou, dat is gefixt. Oh, dat is de verkeerde knop. Nou, dan gaan we de ambulance even bijvullen en zien jullie zo voor de volgende melding. Tot zo! Nou, welkom terug. We staan op het punt uit te rukken voor een... A1, B1, ik weet niet hoe dat heet. Het is een besteld vervoer met spoed. Dus dat gaan jullie kijkers maar vast vertellen. In ieder geval gaan wij die persoon met spoed overbrengen naar het ziekenhuis. Of naar het ene ding naar het andere ding. Dus dat komt allemaal goed. We moeten er heel snel heen. Boom, boom, boom. Het is best druk in de stad zoals je kan zien, maar met deze snelle ambulance kunnen we ons gewoon een weg door het verkeer banen. Geen enkel probleem. De meest fantastische E-klasse. Kijk, we komen in de buurt van het Pillbox Hill Medical Center. Precies, nou. Er staat er hier nog een. Nou, die spannen niet lekker in. Even kijken. Stap in. Stapt u maar in.
Misschien moet ik uitstappen. Hallo? Met u het? Nee, ik sprong. Dat is een springen. Ik moest een spatiebalk drukken. Oké. Misschien dat ik even moet stappen dan een spatiebalk moet drukken. Zullen we dat eens testen? Even kijken. Nou, in ieder geval, de mevrouw zit erin. We zien het niet, maar dat is de mop, maar helaas. Of ik zie het niet, dat het is zwart achterin. Nou ja, is niet anders. Ze moeten in ieder geval met spoed naar het volgende ziekenhuis. Dus daar gaan we. Dat doen we dan maar, hè. Wat een vet voertuig is het, beste kijkers. Holy shit. Dus even kijken hoe first person er aan toe gaat. Wat een ambu, hè. Het is een beetje van het YouTube-kanaal. Je hebt zomaar zo'n YouTube-kanaal van een ambulancechauffeur uit de regio Amersfoort. Die filmt heel veel onboard rides met zijn ambu. En dat is met deze. Moet je maar eens even opzoeken. Volgens mij heet die... Ik weet niet hoe die heet. Maar hij is wel te vinden. Gewoon ambulance onboard. Ik denk als je Amersfoort in toetst, dan vind je hem. Je ziet allemaal A1-ritjes met deze fantastische ambulance. Zo dan. Nou, worden we... Ouderwets afgesneden. Maar dat geeft niet. Komen in de buurt. Deze heeft geen versneller, alleen een toeter. Piep, piep. Nou, dat... dat is ook niet echt de bedoeling. We gaan hier naar links. Vol gas. Kijk, dan gaan we zo bij de volgende naar rechts. We zijn hier bij de Spinal Research. Nou, in ieder geval geen probleem. Daar zijn we dan. Hallootjes. Gegroet. Oké. Nou, dan zetten we deze even hier af. Zo, die mevrouw. Even kijken, dat gaat goed. Ja hoor. Nou ja, een cardiac... Oh, er komt een hartaanval binnen. Oh my days. Een hartaanval. Er zit met een hartaanval. Daar gaan we direct naartoe. Telt elke seconde. Holy damn house. We hebben gewoon een reanimatie. Cardiac arrest. Oftewel, er ligt iemand op sterven. De 5 minuten norm gaat in. Ik hoop dat er al ter plaatse iemand is met een ID die de reanimatie eventueel al gestart is. In ieder geval rij ik als eerste ambu. We komen gelukkig al redelijk in de buurt. In dit gedeelte van Amersfoort hebben we de boel goed dicht zitten. Zou je denken als er niet weer eentje vol op de weg stil gaat staan. Oh, ik rijd te ver. Dat maakt op zich niet uit. We gaan hier naar links. Daar gaan we. Komen we de berg op. Ja hoor, daar gaat hij. Ik vind het trouwens wel raar dat deze ambulance geen grillflitsers heeft. Dat is natuurlijk compleet de keuze van iets anders te doen. Ik weet niet. Er mist voor mijn gevoel iets. Er zitten natuurlijk wel gewoon meerdere dingen op. Nou, we zijn er. Er ligt daar een mevrouw aan de kant op de grond. Zet er gelijk even zo. Dan kan ze erbij. Aan de kant jij, gek. We gaan er gelijk even die persoon even bekijken. Even je gemak. Nou, in ieder geval staat de ambu er goed bij. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij is aan het kijken of zo. Nou, sorry kijkers, ik had even een knipmoment. Ik werd aangevallen door een omstander en ik kan er bij deze mod geen politie bij halen. Dus ik moest diegene even... hij ligt daar. Die moest ik even een paar tikjes verkopen. Dan kunnen we gewoon lekker verder met de opname gaan. Dit persoon helpen. Zonder aangevallen te worden, hoop ik. Oké. CPR start. Nou kijk, de reanimatie is gestart. Hij is nu aan het reanimeren naast een enorme smerige vuilnisbak. Door de vliegen afkomen, maar ja, dat is niet anders. Gaan we eens even kijken of het hulp heeft. Komt er nou nog meer aan? Ik weet het niet. Dat zou wel heel vet zijn trouwens. De omstander heeft die persoon al een beetje geholpen. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. De CPR is natuurlijk bezig op dit moment. Hij is flink aan het borstcompressie aan het geven. Om te zorgen dat die persoon toch wellicht weer tot leven komt. Nou. Er rijdt hier van alles langs. Misschien komen ze me helpen. Dat zou wel fijn zijn. Tweede ambulance te plaatsen. Politie ook. Wat fijn.
Nou, de ambu gaat die persoon helpen, dat kan natuurlijk ook. Ik ben benieuwd wat hier allemaal gaat gebeuren. We kunnen er geen corner oproepen, denk ik. Deze persoon wordt flink gereanimeerd. En voor de rest valt het aan zich wel mee. Volgens mij. Het valt volgens mij wel mee. Deze persoon die zijn hart biedt, die doet het niet. Oh mijn god, we gaan ze met de brandweer sirene. Nou, die zijn er vandoor. Nou, deze persoon heeft dus de reanimatie niet overleefd. Over de G heeft hem dood verklaard. Kunnen we voor de rest niet heel veel meer aan doen. Het enige wat we nog kunnen doen is zorgen dat hij opgehaald wordt. Dat wordt gebeurd dan ook zo meteen. Ga ik weer even terug naar de ambipost. Tot zo. Nou, we zijn op weg naar de volgende spoedtransport. Er zou een hoogbejaard persoon die zou met spoed richting een andere centrum moeten. Er zou iets mis mee zijn. Wat weten we niet. Ga in ieder geval gaan we even die kant op. Even koekeloeren, zoals dat heet. Die persoon. Oh. Ja, ook voetgangers moeten ambulances voorrang verlenen. We gaan zo lekker naar links. Ik vind het wel een beetje een aparte mop dit hoor. Het is wel een beetje wennen zo. Die CPR, dat heeft geen zin, want die blijft hij maar doen. Nou, ga, vriend, rot nou gewoon even waar net zeggen. Ga zo naar rechts en dan zijn we er vlakbij. Ga die naar rechts. We komen in de straat waar. Oh, wow, er vlogen er overheen, zag je dat? Even kijken. Eens kijken. We moeten hier iemand ophalen. Nou, stap maar in. Ah, oké. Okay. Gaat hij nou doen? Gaat hij nou doen? Oh, nou, dat kan ook natuurlijk. Die deur die doet het nog niet. Alright. Die persoon hier, die moet instappen natuurlijk. Hallo meneer. Ik ben Steven van de ambulance dienst en ik klim even op mijn dak. Dank u wel. Ja, ik weet niet of hij in gaat stappen. Stapt hij in of niet? Dat is de vraag. Deze meneer moest met spoed naar het ziekenhuis. Maar hij doet niks. Nou, misschien wil hij niet meer. Dat ken natuurlijk ook. Ik bedoel, als je niet wil, dan wil je niet. Zo werkt het nou eenmaal. Wat kunnen we dan nog meer? Wat was dat? Waar is dat? Zagen jullie dat ook hier rechts in de hoek? Ik wel. Nou, dan houdt het hier, weer. Nou, dan houdt het op. Als hij niet mee wil, dan wil hij niet mee. Dus dan zal ik jullie gelijk even laten zien hoe deze mond werkt. Kijk, dan parkeren we het eerst even de zwaailampen uit. Want als jullie deze mond ook willen spelen, dan denk je van ja, maar Steven, hoe werkt deze grappenmakerij? Nou, kijk, ik zal het je even laten zien. Je drukt op F11. Dat is dan nog een keer zet de mond aan. Druk je op M. Krijg je dit. Niks mee te maken. Dit is je modmenu. Call enabled. Nou, die staan aan. Maar ja, we staan nu bij een call waar we geen maai aan hebben. Dus we gaan generate call out doen. Let op. Kijk, dus een transport die hebben we net gehad. Die gaan we niet nog een keer doen. We gaan even wachten. Dan gaan we kijken. En loopt mijn mond. Vomiting patient met fever. Nou, dan gaan we. Zo. Paletto B, be careful, it's a biological risk. Oké, die gaan we doen. Alleen het is wel echt een knijterrein rijden. Dus voor degene die... daar is het dus. Holy shit. Nou, dit wordt dan de laatste call van deze aflevering. Degene die niet willen kijken, die moeten gewoon doorspoelen. Want ik ga deze spoedrit gewoon doen, omdat ik dat leuk vind. In ieder geval gaan we die kant op en dan gaan we even kijken. Het is in ieder geval echt een knijterrein rijden. Maar ik ga het doen. We gaan natuurlijk ook over de snelweg, dus op zich over de snelweg ben je er zo. Holy shit, deze het voertuig is wel lekker snel op zich hoor. 1, 2, hij wordt binnenkort gereleased. Dat wordt geen enkel probleem. Maar we zijn dus op weg naar een persoon die ziek is, die een biologisch, biological risk. Dus die persoon zou dus een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid. En we zijn dus naar Leusden gestuurd, zoals je kan zien. Het blaadje bovenin is Leusden. We hebben ook nog Hoevelaken en Achterveld. Ik ga mijn stad omdopen van Den Dam naar Amersfoort. Omdat gewoon alle voertuigen uit mijn game die gaan naar de regio Amersfoort
afgekapt worden. Dus dat wordt helemaal vet. Maar in ieder geval, biologisch iets. Ik heb dus geen idee wat we eruit hebben. Misschien ook wel adviseur gevaarlijke stoffen brandweer. Ja, die zouden natuurlijk moeten zijn. De OVD natuurlijk, misschien wordt die flink opgeschaald. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Maar we komen vanzelf al in de buurt. Het wordt van de vier gewoon flink rijden. Het is natuurlijk een flinke spoedrit. Spoel hem gewoon door als je er geen zin in hebt. Ik zou hem een minuutje of drie doorspoelen. En dan aan de kant mensen. Dan zie je het vanzelf wel of ik er ben of niet. Dus vanaf nu gewoon iemand raden aus. Als ik niet afgesneden ga worden, dankjewel. Het enige probleem wat we nu nog zouden kunnen hebben is een vrachtwagen. Die natuurlijk niet van mij aan de kant gaan. Maar voor de rest, het ziet er wel heel vrijheidig uit hoor. Dit auto, kijk, we pakken gewoon de middenstrook. We hebben geen keus, want het gaat hier niet. Dit soort vrachtwagens gaan ook niet voor je aan de kant in GTA. Dat zijn ze gewoon niet geprogrammeerd. Dat doen ze niet. Dus die moet je altijd rechts inhalen. Op zich is de vluchtstrook nemen voor mij als ambulance ook geen slecht ding. Nou, we komen wel in de buurt. Oh mijn god. Nou, in de buurt zeg ik dus nog 5,5 mijl. Oh mijn god man. Daar moeten ze echt iets voor gaan verzinnen. Dat auto's gewoon normaal allemaal aan de kant gaan. Want dit is echt helemaal niks. Nou, we komen in ieder geval wel stapsgewijs dichterbij. Het is wel echt een menes eindrijden. Dat is niet normaal. We pakken gewoon weer het middenstuk, een klein stukje. Een beetje, iets asociaal zou je kunnen zeggen. Maar... Hey, we moeten roeien met de riemen die we hebben in GTA. Hè? Want de vrachtwagens zijn ook niet voor je aan de kant. Dus, so what. Gewoon gassen. Lekker gassen. Gaat hij aan de kant? Ja, die gaat daar naar links. Goed zo. Nou, we komen al in de buurt. Het zit er boven van huis. Dan kunnen we ook wel even een keer gaan kijken. Zodat we daar een melding krijgen. Dat zou wel vet zijn. Nou, we gaan richting het noorden. We zijn over de helft ongeveer. Op weg naar een biologisch geval. Er zou iemand flink ziek zijn met allemaal troep in zijn lijf. Dat kan. Gaan we even een kijkje nemen. Geen enkel probleem natuurlijk. We komen hier bij de legerbasis. We zijn nog niet zo heel ver op deze weg. Maar ja. Oh shit, kijk, we gaan dan. Nou, we gaan gewoon hier rijden. We zien ze ons tenminste. Aan de kant mensen, wegwagen aan. Tjak, 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 tjak. Kijk, hij ziet me goed zo. Ze zien me nou, ja, ze zien je nou wel goed. Zoals op zich wel boffen. Boom baby. Hier zijn die zwaailampen zich wel mooi in de tunnel. Aan de kant. Rechts inhalen wat links te gevaarlijk was. Wat een rit helemaal naar het noorden. Hè? Dat is niet te zuinig dit. In ieder geval komen we steeds dichterbij in de buurt. Ik heb echt geen idee wat we daar aan gaan treffen. Gaan we nog aan de kant of niet? Gewoon lekker stilstaan op de rijbaan. Dat kan allemaal. We zijn natuurlijk de ondersteuning van. Want we rijden... Zoals je kan zien, de ambulance heeft de wettelijke verplichting, dacht ik, om binnen een kwartier overal aanwezig te zijn. Bij een A1-rit. Oftewel, een Prio 1-rit voor de ambulance. Oh! Zo, de knetten. Nou, de handling van dit voertuig is ook niet helemaal wat het is. Maar wat ik wou zeggen is, ze hebben een kwartier de tijd om ergens te komen. We gaan geen dieren doodrijden. En dat gaan we redden. Dat redden we makkelijk. Dat redden we meer dan makkelijk. Geen enkel probleem zelfs. Even kijken. Oh ja, dat gaat me net goed. We zijn nu denk ik 5-6 minuten onderweg. Nog niet eens. En we komen wel redelijk in de buurt. Maar die gaat ook niet aan de kant. Dan maar afdwingen. Hoppatee. Zijn we, we komen nou wel echt heel dichtbij hoor. We gaan het redden. Dat was unbelievable. Ik hoop alleen dat ik de sheriff voertuig in deze game al. Dit is weer een nieuwe game, want die deze ook herplaatsen. Want dan zien we ze allemaal Amerikaanse politieauto's. Dus dat zou kunnen, dat is dan mijn schuld. Excuses. Nou, we komen in de buurt. In een biologische aanval. We zijn natuurlijk vanuit Amersfoort vertrokken naar Leusden. Het is een stukje rijden. Oh, loopt het dier over de snelweg heen. Het wordt steeds gekker hier. Een paar mensen. Ambulance, het komt eraan. Zo. Stop. Nou, gaat goed.
Verderop naar links dus. De sleepdienst rijdt hier dan wel. Dus dat ze goeiemorgen zegt. Nou, dat is een aanrijding. Dat was een collision die er niet zat. Los van het feit dat dat niet kan. Hè? Ik reed niet eens tegen hem aan. Nou ja, het voertuig is natuurlijk nog een wip. Hij is niet af. Dus daar kan het aan liggen. Of het lag wel aan mij, ik weet het niet. Nou ja, we gaan in ieder geval door naar de melding. Wat? Als het mijn schuld was, dat ongeluk, dan was het echt heel slecht. Daar heb ik helemaal nooit mee gegaan. Nou ja, kan gebeuren. Gaan we ook niet knippen. Ook ik maak fouten. We gaan zo naar links. Hier, dan gaan we het zandpad op. Denk ik. Of nog eentje verder. Nee, eentje verder. Hier zo. Nou, ik moet hier naar links, mensen. Gaan we stoppen of niet? Voordat ik word aangereden. Het is echt de schaamte voorbij in GTA met hoe slecht ze aan de kant... Wat gebeurt hier allemaal? Een hele ambu gaat naar de vaantjes. Volgens mij bellen we hier normaal de renningsbrigade voor op dit soort gebieden. Dat zie je met een 4x4 jeep. Dat is mij even ooit een keer iemand verteld. Die was dat bij de KNRM volgens mij. Of de renningsbrigade of de Nederlanders. Weet ik hoe dat allemaal heet. In Den Helder. En die zei van als het een onherbergzaam gebied is voor een ambu... Dan bellen ze ons. En dan gaan wij ze erheen vervoeren of zo'n verhaal. Maar ja, dat gaat hier natuurlijk niet. Ga gewoon kijken, er is er iemand flink aan het spouwen, kotsen, die is ziek. Die heeft de ambulance nodig, dus dan gaan we dat gewoon doen. In GTA kan alles vandaag. Ik ben helemaal geen ambu figuur, ik heb er helemaal geen verstand. Het is gewoon op het strand. Oh my days, ja dat kan nooit natuurlijk, dit kan. Nou jongens, schiet mij maar af. Ik heb alles gedaan wat niet mag. Daar zijn we. Chant ligt met zijn hoofd in het zand. Maar ligt ze nou op de rug of op de buik? Nou, ze kan net ademen zo te zien. Nou, komt goed. Ik ga even kijken. Geen enkel probleem. Nou, mevrouw. Even niet zo gek doen. Goed zo, even recht liggen. Ademt ze nog? Ze ademt nog, denk ik. Oh. Nee, ik wil zeggen, die heb gewoon... kom maar, even opstaan. Gaat goed. Denk ik. Wat een afstand, joh. En de ambulance op het strand. Wat de hel, man. Nou, mevrouw, we gaan het zo meteen zien. Gaat het goed met u? Of beter? Sta maar even op. Gaan we u even meenemen naar het ziekenhuis als het kan. Oké, okay, je moet erin zitten. Stap in dan, maatje. Dan gaat mevrouw mee. Kijk. Mevrouw... Die gaat mee, ze kan alleen niet achterin zitten, denk ik. Dus ik denk dat dat nog een iets is van de wip. Maar ze zit... De mond denkt dat ze er wel in zit. Maar mevrouw is nog hevig aan het kotsen en alles. En vermoedelijk vergiftigd of iets. Daarom... dus we gaan gewoon weer... het hoeft nu nog niet natuurlijk. Pas als we op de weg zijn. Maar we brengen er even naar het veldhospitaal. Hier of hoe dat heet. De huisartsenpost. Er zit een dokter, die kan even naar de kijken. Mocht het ernstiger zijn, dan nemen we er mee naar de... spoedeisende hulp, maar dat is natuurlijk een stuk rijden. Dus we hebben de baat bij dat ze eerst even hier een dokter ziet. Alleen we hebben wel een klein beetje haast, want het gaat niet goed. Er loopt aan alle gaten loopt vocht, zullen we maar zeggen. Dus ze moet poepen, diarree, overgeven. En verzin het allemaal maar. Dus mevrouw moet even heel snel naar de dokter. Kan dat? Ja, dat kan. Oh. 1, 2. Nou. Even kijken, wat gaan we doen? Ik vind die ambu echt vet, jongens. Het is niet te zuinig. We zijn op de weg. Dat betekent ook dat de sirene weer aan kan. Nou, we zijn dus A1 onderweg richting het, de huisartsenpost hier in Leusden. Geen enkel probleem. Het is niet letterlijk de huisartsenpost van het ziekenhuis, maar er zit hier natuurlijk... hoe heet dat? Een team van huisartsen die natuurlijk gewoon de bewoners behandelen. En die kunnen natuurlijk ook gewoon kijken, want ze zijn ook doktoren. Dat is allemaal geen enkel probleem. Nou, dan gaan we hier naar links. Komen we nu in de buurt. Daar zijn we dan. Het zal hier rechts zijn, aan de kant. Ik ruim er even achteruit in, dan kan mevrouw er gelijk uit. Zo, 1, 2, ja hoor, daar zijn we. Nou.
In ieder geval wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken van deze ambulance aflevering bij Prio Gaming. Als je het leuk vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal. Volg me ook op social media. Kom overal vinden. Twitter, Facebook, Instagram. Hartstikke leuk allemaal. Eén hype in de chat. En een duimpjes omhoog voor deze zieke ambu en deze mond. Hartstikke bedankt voor het kijken. Tot morgen. Een nieuwe video. Later.